Saskia, welkom. Het is de tweede keer dat wij elkaar hier in deze zeteltjes ontmoeten. De vorige keer was bijna 6 jaar geleden. Ik heb het opgezocht, oktober 2013. Ja, ik weet dat nog heel goed, dames en heren, want dat was mijn eerste keer hier. En mijn eerste keer hier ook. Ja, voilà, kijk. Ja, toen was je hier voor je roman Wij en Ik. Bijna 6 jaar geleden, wat is er ondertussen al veranderd voor jou? Wat heb ik allemaal gedaan? Dat is gek, hè, om zo op terug te kijken of zo. Ik denk altijd in termen van, niet per se hoeveel boterham met chocolade dat je gegeten hebt, maar dat zijn er veel. Veel gereisd ook, een paar boeken en ja, 1 kind. Een boek en een kind. Ja. En nu ook een boek over het kind, een boek over hoe jij moeder bent geworden, want daarover gaat de Nachtouders, het boek waarover we het gaan hebben. Het is een boek ook geworden over de worsteling, de twijfels, moederschap, dat is wel iets. Misschien moeten we gewoon beginnen bij het begin. Hoe zijn jullie daar destijds aan begonnen, jij en je toenmalige vrouw, Lief, aan kinderen beginnen? Wie is daarover begonnen, met het daarover te hebben? Ik ben begonnen, eerlijkheidshalve, met te zeggen dat ik daar niet wou. Toen we elkaar leerden kennen, hadden wij een soort afspraak, omdat ik wist van kijk, schrijven dat is voor mij echt mijn houvast en hetgeen wat ik nodig heb, waar ik ook altijd naar terugkeer als er iets aan de hand is ofzo. Dus dat was toen voor mij ook, het was altijd heel duidelijk van kijk, dat is heel belangrijk, ga ik altijd willen doen. Ja. Dus laten we dat toch even duidelijk maken. Dat was mijn kant van de deal, zou je kunnen zeggen. En toen zei zij van, ja, heel goed, ik zal daar rekening mee houden, maar dan moet je weten dat ik op een bepaald moment een kind ga willen. En ik dacht van, ja, dat zullen we dan wel zien. Dus ik bleef schrijven en ik deed mijn ding. En stiekem dacht ik van, misschien gaat ze dat ook vergeten zijn, mijn kinderen. Maar dat was dan toch niet zo. En ja, natuurlijk, bij twee vrouwen is dat dan iets minder makkelijk of kan dat minder snel per ongeluk gebeuren. En dan zijn we toch aan het traject begonnen. Maar, en dat is zoiets natuurlijk, want voor mij gaat Nachtouders niet per se over twee vrouwen die de hele constructie van een kind produceren, of bijna echt, want het gebeurt dan natuurlijk wel echt in een laboratorium en zo. Die klinische manier, maar het gaat meer over wat doet dat met jezelf als mens en als partner, of wat gebeurt er allemaal in een relatie. Dus waar was je bang voor, of waarom zeg je van nee, ik wou dat eigenlijk niet? Omdat ik niet per se zag waarom ik het wel zou willen. Ik had het nooit ingecalculeerd. Ik denk dat er mensen zijn die al altijd zo in hun systeem hebben, of ook dat iets heel lichamelijks of hormonaals kan zijn. Hij zegt van, op mijn 30ste zijn ze van die vrouwen die dan zeggen van oké, een man, want ik wil een kind. Het moet gebeuren. Mijn lichaam schreeuwt en die hormonen die willen dit echt. Dat heb ik nooit ervaren. Dus dat speelt mee. En ik denk dat een combinatie van factoren is. Dat ik ook dacht van kijk, ik heb genoeg aan mijn schrijven. En ik ga dat ook helemaal niet kunnen. Dus bij voorbaat wil ik het eigenlijk al niet meer. Ik durf het ook helemaal niet. En dingen als bijvoorbeeld, ja, dat is dan een kind en dat begint te groeien en dan moet dat daar op een bepaald moment ook uit. Ik kon me dat bijna niet voorstellen. Gewoon het heel fysieke daarvan vind ik nog altijd onwaarschijnlijk. En zal ik ook dus nooit kennen van mezelf. En ik denk ook een van die dingen waarbij ik ben ook helemaal nog altijd niet, denk ik, maar wie wel, zo'n typische moederfiguur, hè, zoals hij zegt, van die is geboren om kinderen te baren en groot te brengen en daarvoor te koken en de hele tijd voor te zorgen, ben ik ook helemaal niet. En dat werd ook wel bevestigd, soms tot vervelens toe, hè, door vrienden die zeiden van, ja, geen kinderen, nee, dat gaat echt niet lukken. Maar dus dat heeft dan toch wel allemaal invloed. Maar je bent uiteindelijk dan toch gesprongen? Ja. Waarom heb je die beslissing genomen van, oké, we gaan ervoor, we springen? Maar Nachtouders is echt volledige fictie en mensen. Dat is waar. Sorry, we hebben het over een boek. Ja. Dat heeft echt niks. Maar is gewoon het hoofdpersonaal. Een van de hoofdpersonages heet toevallig Saskia, maar dat is. Het is gewoon grappig omdat we natuurlijk, en dat is bij dit boek ook onvermijdelijk, hè, dat onmiddellijk die grens vervaagt tussen
de roman en het leven. Ja. En het speelt zich ergens tussen de twee af. Maar ik zou het ook heel flauw gevonden hebben als ik nu die hoofdpersoon Stefanie had genoemd of zo. Ik denk dat er in de literatuur wel wat veranderd is. Hè. Vroeger was het heel duidelijk van een schrijver, dat was dan 99% van de gevallen een man, schrijft een boek, gebruikt personages. Madame Bovary hè, is een totaal ander personage dan Flaubert, die haar geschapen en gecreëerd heeft, waarbij hij wel altijd gezegd heeft van, ja, maar Madame Bovary, c'est moi. Dat zijn eigenlijk mijn fascinaties, mijn hersenspinsels die ik daarin gestopt heb. En ik denk dat je nu ziet, en dat dat echt wel onder invloed van vrouwelijke auteurs toch is de laatste, dat die band wat doorbroken wordt. Dat het is van, kijk, nu ik pak een personage en dat is een uitvloeisel van mezelf. En ik moet dat niet per se in een totaal andere vorm gaan stoppen ofzo. En dat heb ik ook echt in Nachtouders gedaan. Dat ik dacht van, oké, die sprong ga ik opnemen. Ik ga niet meer zo wat helemaal in de fictie opbergen. Dus vandaar vind ik het ook heel logisch. Je verschuilt je niet achter het personage, Saskia, maar... Het is een deel van wie ik ben of een aspect van mijn... Ja, ja, Nachtouders is een hele zoektocht en naar ouderschap en de band tussen een ouder en kind en zo. Mm-hmm. Wat is dat eigenlijk? Laat dat doen. Dat is zeker een van de grote vragen waar ik de afgelopen jaren mee bezig ben. Anders heb ik het niet kunnen schrijven. Ja. Een van de scènes waarin heel duidelijk wordt dat het personage Saskia zich afvraagt van, ben ik wel goed bezig als moeder? Dat is bijvoorbeeld... Nou, je mag echt blij zeggen hoor. Anders wordt het zo precies zo. Hè. Politici en wielrenners doen dat ook, ze in de derde persoon over zichzelf. Over zichzelf, ja. Laten we dat misschien niet doen. Dat is heel vreemd, hè. Ja. Je beschrijft in het boek dat je, als je een pamper ververst van je baby, dat je bijna moet kokhalzen. En dat je dan schrijft, ja, een biologische moeder die doet dat niet, hè, die kokhalst niet als ze een pamper ververst. Zijn er zo nog situaties geweest waarbij je dacht van, een biologische moeder die heeft dat niet, die doet dat gewoon? Ja, meer wel dan niet aanvankelijk. Hè, omdat ik eigenlijk heel onzeker was. Je begint dan overal sporen te zoeken natuurlijk. Hè. Dat is zoals de zwanger vrouw die ook overal ziet van alle vrouwen zijn zwanger. Ik zeg van, ik kan dit niet. Alles wat ik doe is verkeerd. Dus hè, zoals wanneer iemand zegt, niet zenuwachtig zijn. Hoort je heel zenuwachtig. Niet verlegen zijn. Dan gebeurt het natuurlijk wel. En bijvoorbeeld, ja, als mijn zoontje dan heel klein was en ik... mocht hem vasthouden, dan was ik al zo zenuwachtig dat ik iets verkeerd deed. Of dat, als hij dan begon te wenen, dat ik dacht van, ah kijk, dit is dus het bewijs. Hij voelt dat, ja, dat er iets niet klopt, dat het fout zit. En zo wordt het dan natuurlijk wel echt heel... Allee, je gaat dat ook zelf bestendigen. En, Nachtouders vertelt dus ook wel de confrontatie daarmee en hoe je daar, daar toch voorbij bent geraakt. Ook, Wanneer heb jij ontdekt of gezien dat biologische ouders met net dezelfde twijfels en onzekerheden gaan? Ik herinner mij nog, mijn man, de vader van de twee kinderen, die zit hier ook ergens in de zaal. Toen wij pas thuis kwamen met onze baby, hij durfde niet sneller te rijden dan 25 km per uur toen wij naar huis reden, uit schrik dat er iets mee zou gebeuren. Wij kwamen binnen. Uit die veilige cocon van dat moederhuis, wat jij ook fantastisch beschrijft, vind ik. Je komt thuis en je denkt, help, wat nu? En je vraagt, weet jij? Nee, die weet het niet. Ik weet het ook niet. En je doet maar. Wij hadden dat meteen door. Dat dat met vallen en opstaan ging zijn. En ik ben wel degelijk die biologische moeder. Wanneer had jij door dat ook andere ouders met net hetzelfde worstelden als jij? Ja, dat gebeurt in stappen natuurlijk. Hè, of dat je ziet van... iedereen ziet dat eigenlijk op heel veel momenten. Maar wat ik bijvoorbeeld altijd deed, was toen hij aan het slapen was. Hè, zo vredig aan het slapen en zo. Dan dacht ik van, nee, dit is dus niet normaal. Hè. Hij ademt niet meer. Ik ga hem wakker maken om toch zeker te zijn dat alles oké is. Dat ik dat vertelde aan iemand die... biologische moeder, die zei van, ja, dat is wel belangrijk, hè, dat ze dan toch rond wie gedood en zo. Maar dat is gewoon ook wat er wat je geleidelijk leert, hè, dat het ook helemaal niet zo is, bijvoorbeeld dat die borstvoeding en zo, dat allemaal automatisch gebeurt, maar dat soms gewoon niet lukt en dat dus een biologische moeder ook helemaal, zoals de andere mama van ons rotje, dat die dat helemaal, ja, dat je soms
echt dat het de hele tijd zoeken is en dat er niet zoiets is als een kind aanleggen en dan is er die prachtige, ja, dan lukt dat perfect. En gewoon wat je allemaal ziet en hoort van ouders. En gewoon het zit in die kleine dingen, hè, wat mensen allemaal verkeerd doen en waar ze zich dan geweldig schuldig over voelen, alsof dat het einde van de wereld is. Hè. Zo, ja, weet ik veel. Iemand die dan met zijn kindje uit de crash gaat, dat helemaal meesleept van, ah, wat is hem toch vervelend aan het doen. En dan merkt van, ah, ik ben vergeten die schoenen aan te doen. Ik heb de blote voeten. Ah, wat ben ik de slechtste ouder ter wereld. Maar ik denk, het feit dat je dat denkt, dat dat eigenlijk een heel goed teken is. Hè. Of je nu biologisch of niet biologisch. Dat het gaat om de inzet en ja, de aandacht. Hoe groot was de opluchting toen jij doorhad van, ah, maar andere ouders hebben dat eigenlijk net zoals ik. Was dat een troost? Viel er iets van je af? Ja, en dat is, het is niet zo één moment waar dat inzicht opeens binnenkomt. Maar ja, omdat er een geruststelling is dat er is, denk ik, dat we dat heel erg meegekregen hebben, die mythe van het moederschap. Hè. De moeder die weet het en die kan het. En daar kan je op terugvallen. En dat lijkt mij voor moeders ook een enorme last geweest te zijn. Van ja, als je het dan niet kan, dan moet je het toch stilletjes verzwijgen en gewoon verder doen. Dus ik vind dat eigenlijk wel goed dat we nu erkennen van, kijk, het zit allemaal in dat gebied van een beetje proberen en vallen en opstaan. En het is ook zo dat we, denk ik, een heel andere kijk nu hebben op wat ouderschap is dan vroeger. En vroeger was het heel erg die nadruk, en heb ik ook wel zelf meegekregen in mijn opvoeding, van, je hebt ouders en je hebt het kind. En er is een stamboom, dus hè, de appel valt niet ver van de boom. Dus letterlijk, dat genetische zo bepalend is en dat het eigenlijk al bij de geboorte bijna af lijkt. Van, ah ja, maar dat is precies hè, de grootvader, ja, want... terwijl dat ik denk dat wij nu ook veel meer zien van, daar zit wel echt ook nog speling op. Een kind is niet af als het geboren wordt. Het is niet gewoon een product van... Maar dan begint het eigenlijk. Niet alleen voor het kind, maar ook voor de ouder. Niet met één keer, maar met dus die volgehouden inspanningen. Niet alleen de naam die een kind meekrijgt, de achternaam die dat dan duidelijk maakt. En voor de wet. En voor de, dat is wel belangrijk, denk ik, al die zaken. Maar ook wel wie is aanwezig. Wie gaat elke dag de pampers verversen, ook al moet je daarvan kokhalzen. Of wie gaat mee de pap van de muur krabben en dan later, maar daar zit ik nog niet, de puberhormonen verdragen en al die dingen, daar zit ik denk ik. Ja, ja. Je hebt ook gepleit, heb ik gezien, om een moederdag, een ouderdag te houden, net voor de klassieke moedertjesdag, net om ja, de niet-biologische mensen, die, enfin, om alle andere mama's en papa's die voor hun kinderen zorgen, maar die toevallig niet de biologische ouders zijn, om die ook te vieren, hè? Ja, omdat en het is heel moeilijk, hè. Er zijn zoveel namen voor, dat het eigenlijk bijna niet ontwarren is. Maar ja, hè, omdat we zijn in een min of meer seculiere samenleving nu, dus de heiligen van vroeger die zijn weggevallen. En de nieuwe heiligen, Yves, dat zijn niet alleen de hulpverleners, maar ook de hulpverleners op het veld van kinderen. Dus dacht ik, van dat is misschien wel leuk, we hebben al een dag tegen alle mogelijke dingen, of voor kraantjes water, of voor dit, of voor dat. Dus een dag voor de niet-biologische ouder, dat is wel mooi om daar even aandacht op te vestigen, denk ik. Dat het dus, wat ik zeg, gaat om die hele variatie erin. Ook pleegouders, adoptieouders of surrogaatpapa's of mama's die gewoon ja, een band, eigenlijk gaat dan een band tussen iemand die er is, die voor iemand wil zorgen en daar eigenlijk ook een deel aan wil meegeven vanuit eigen ervaring. Dus dat vind ik mooie wat er kan zijn. Ja. Je boek heet Nachtouders. Wat zijn nachtouders? Dat zijn ouders die een deel van hun carrière als ouder ook 's nachts doorbrengen. Alle en ouders ik denk dat dat dus eigenlijk alle ouders zijn in het begin. En in mijn boek zelf zijn er gesprekjes tussen de twee ouders. Als, ze, ja, als het kindje dus nog klein is, net ouder dan 1 jaar.
En gesprekken in bed, dat is iets heel intiems, hè, waar de dag een beetje tot rust komt en ook waar er wel veel twijfels uitgesproken worden, of net niet uitgesproken, maar waar er toch... ja, de nacht is ook zo'n periode waar je toch geconfronteerd wordt als jonge ouder met heel veel vermoeidheid. Met ook de vraag van, wat is er gebeurd? Waar sta ik nu? Hè? Zo het existentiële daarvan, van wie ben ik nu? Of waar zijn wij aan begonnen? Of waar staan wij als koppel? Ja, want een kind inderdaad. Voor een koppel, dat is toch... Je hebt een verbouwing, dat is een relatietest. En een kind ook, ja. Ja, ik denk dat echt een totale aardverschuiving is. Omdat je natuurlijk eerst met twee bent, op een relatie, een soort van gelijkwaardigheid, of dat hopelijk toch, een soort van niveau waar dat je elkaar verstaat, ondersteunt. En dan komt daar opeens een klein mormeltje bij waar je voor moet zorgen. En ik had zelf vooral heel erg het gevoel zo van, ja, nu zijn we een soort estafette aan het doen. Dus die wederkerigheid is er niet meer, maar we volgen elkaar de hele tijd op en lossen elkaar af. Dat is iets helemaal anders. En ook de angst die daar voor mij heel erg bij kwam, was van, oké, nu is die relatie dus eigenlijk afgelopen. Dit kan ik vergeten. En dan ga je vluchtwegen zoeken. Dan ga je bijvoorbeeld een affaire beginnen. Heel mannelijk eigenlijk, hè, qua opzet. Van, oei, mijn plaats is, mijn territorium is bedreigd. Ik ga ergens anders kijken. Maar ja, om grote aandacht te krijgen, om ja, waarom, ja, waarom omdat doet iemand dat dan? Ja, ik denk het om dat stuk van jezelf nog te behouden. Omdat natuurlijk een kind, dat komt een nieuwe identiteit bij. En dat is voor jezelf ook een nieuwe rol die je nog moet opnemen. En eigenlijk stellen wij wel heel hoge eisen aan onszelf. Hè. We moeten een perfecte partner zijn, perfecte ouder, perfecte werknemer, perfecte yoga-beoefenaar. Dus er is heel veel. En om toch ergens een hoekje voor jezelf te hebben, een eigen fantasie of vluchtoord, ik denk dat het dat is. En als je luistert naar relatiegoeroes zoals Esther Perel, die bevestigen dat ook absoluut. Hè. Dat is de periode waarin er vreemd gegaan wordt. Dat is rond het nieuwe kind of zo. Dat zou kunnen zeggen, hoe kan dat nu? Is dat mogelijk? Schandalig, maar eigenlijk zit daar ook wel een logica in, hè? Om toch iets... En noemt ze dat een goede vluchtweg, een goede oplossing? Nee, ik denk dat iets geheim houden sowieso geen goede vluchtweg is, maar het is wel iets waar nu ook veel meer rond te doen is, waarbij dat je ziet van nieuwe vorm van ouderschap, nieuwe vorm van relaties, daar wordt veel meer mee geëxperimenteerd of ook over gesproken, hè, terwijl vroeger ook een realiteit was, waarbij zelfs minnaressen van belangrijke figuren in de tuin een eigen huis of tuinhuis kregen ofzo. Dus het bestond wel degelijk. Hè. Het is niet alsof het een moderne uitvinding is. Maar er wordt wel over gesproken, net zoals er gesproken wordt over wat vroeger een taboe was. Van, ja, maar als je een ouder bent en je hebt dat grote godsgeschenk van een kind, dan is het allemaal fantastisch en dan moet je niet zitten zagen. Hè? Gewoon verder doen. Daar is natuurlijk wel iets van aan, maar ik denk dat het wel goed is dat er ook ruimte is om toch die complexiteit daarvan te kunnen bespreken. Net zoals een relatie ook heel ingewikkeld is. Ja, en zeker als er dan een derde in spel komt, dan wordt het te ingewikkeld meestal. Ja. Ja. Je had het daarnet over rollen die je allemaal speelt. Als persoon, als mens, je kan een moeder zijn en tegelijkertijd een partner en dan nog eens een werknemer. Je bent vergeten te zeggen dat je ook een dochter bent. En ik denk dat dat iets heel belangrijks is als je een kind krijgt, of je nu een man of een vrouw of bent. Als je een kind krijgt, ja, dan wil je dat heel graag delen, denk ik, met je eigen ouders. Want dan besef je van, oh ja, oké, er zijn dingen aan het verspringen, generaties aan het verspringen. Hoe ging dat met, ja, ik vraag je dan omdat dat ook in het boek staat, hoe reageerden jouw ouders toen jij moeder ging worden en toen je moeder bent geworden? Ik dacht dat dit een luchtige, zonnige ochtend in de Brugge ging worden. Straks zijn er toch bubbels of zo? We hebben hier al een aantal vrij heavy thema's besproken. Ik zal er nog eentje bovenop doen. Nee, dat is wel een terechte vraag. Omdat inderdaad dat ook wel in het hele boek zit. Iets wat ik ook niet uit de weg kon gaan en wat mij ook
mee gevormd heeft natuurlijk. Mm-hmm. En dat is waar je vandaan komt, je achtergrond en je wortels. Die dus, je had het daar straks uit. Ja, dus waar inderdaad, je kan zeggen van oké, er zit heel veel ruis op, maar biologische ouders blijven wel je ouders. En in mijn geval denk ik dat mijn ouders heel erg vanuit principes denken en heel ideeën die zij voor zichzelf zo groot gemaakt hebben, dat ze er eigenlijk ook niet meer van kunnen terugkomen. Dus als je dan zegt van ja, maar ik geloof het toch niet, dan lijkt het alsof dat je zelf helemaal gaat instorten of dat je misschien je te zwak gaat opstellen. Allee, dus om concreet nu te gaan zeggen, is dat zij heel veel moeite hebben met het feit dat je met dat ik bijvoorbeeld met een vrouw ben. Voor hem was dat vroeger altijd een beetje deel van ja, het artistieke, en ze wil kunstenaar zijn hoor. En dan speciaal gaan doen. Dus natuurlijk, een vrouw, dat moet dan, hè. Dat is zo, maar eigenlijk bestaat dat niet. En ik denk dat mensen dat riedeltje ook wel kennen van ja, maar dat is niet echt en dat is tegen natuurlijk en wij geloven daar niet in. En dus dat alles. En ja, als iemand zegt, wij geloven daar niet in, en mijn ouders geloven niet in een geaardheid, dan geloven ze misschien ook niet in hun eigen geaardheid, ik weet het niet. Maar dan kan je daar niet veel op zeggen. Dan sta je eigenlijk met je rug tegen de muur. Maar op een aantal cruciale momenten en ook wel doorlopend eigenlijk, is dat toch iets wat heel tekenend en heel moeilijk is. Ja. Omdat, zeker als er een kindje bij komt, ja, dan wil je dat ook wel delen. En dat is het ook. Dan is het ook zo van, je wilt dat, ja, de generaties gaan inderdaad verder. En je wilt toch door, want kijk, dit geef ik hem mee. En dit heb ik zelf meegekregen ook van. En natuurlijk, voor mij zat er een heel groot verschil tussen wat ik zelf gekregen heb, waar ik opgegroeid ben, en dan het feit van, ja, maar nu ga ik een kind in de wereld dat eigenlijk niet van mij is, zou je kunnen zeggen, waar ik geen recht op heb, maar wie heeft wel recht op een kind? En dus wat moet ik daarmee doen? Dus ik denk dat dat ook een van de factoren is die we daar juist nog niet vernoemd hebben, maar die zeker meespeelde bij mijn onzekerheid. Want ik ga het niet kunnen. Want ik heb geen tools, ik weet niet hoe ik het moet doen. Ik ga het helemaal anders doen. En als je echt in een traditie staat, dan weet je van, ah ja, maar zo deed mijn grootmoeder dat, zo kan ik dat ook doen. En ik vind dat heel mooi, hè? Dat vind ik de kracht van tradities, van familiegewoontes, waarbij je gewoon iets meekrijgt. Dat is heel mooi. Dus dat was wel een soort van wankelgebied waarbij ik niet wist van mama, hoe moet ik dat doen? Ja, ik kon dat niet echt vragen. Dus dat blijft wel een soort gemis. En dan heeft jullie zoon aan de ene kant grootouders, maar aan jouw kant is die band grootouders, kleinkind er veel minder? Bestaat eigenlijk niet. Nee. Hebben zij het boek al gelezen, denk je? Hebben ze daar al op gereageerd? Omdat het zo persoonlijk is en ja, heel veel van die dingen beschrijft. Wel, ik denk, mijn moeder is eigenlijk een heel clevere, nieuwsgierige vrouw, dus het zou mij verbazen als ze het niet gelezen zou hebben. Maar ik heb het niet gehoord. Ik weet dat ze een eerste interview gelezen hebben en dat het daar. Maar ja, het is heel vreemd, want ik hoor dat allemaal via, zo waaien. Dus ik kan het eigenlijk niet zeggen. Nee. En ik hoop ergens van wel, omdat ik niet schrijf uit een soort poging tot wraak in geen enkel geval. Maar wel om dingen te begrijpen. Mm-hmm. En dat is wat ik ook hoop van lezers. En dan, ja, natuurlijk van mijn eigen ouders, als die iets lezen, dat een soort toch voor hen een kader schept van kijk, dit is hoe ik naar de wereld kijk, hoe ik het ervaar. En ja, om daar toch misschien iets meer kleur in hun wereld te geven. Want ik denk dat het jammer is, hè, als je zegt van ik geloof iets niet en je hebt een. Ik kan begrijpen dat er vroegere generaties echt dachten van hé, wat is dat voor iets raar? Ah ja, we hebben ook. In elke familie was er wel een onkel die anders was of zo. Hè? Of die ook met een vriend woonde. Of twee oude vrijsters die. Ja. Dus dat je dat niet kent, kan ik verstaan. Maar als er dan toch. Als er moet een soort dialoog tot stand komen. Dus je kan niet echt volharden in zeggen van nee,
we willen het niet, dat vind ik. Want ik denk dat literatuur daar op veel manieren net bij kan helpen, hè, om te tonen van, er zijn zoveel facetten, zoveel manieren. Ja, ook op begrip. Ja. De andere mama van jouw zoon, heeft zij het al gelezen en hoe blij is zij met dit? Ik vraag dat eigenlijk niet. Nee. Of mensen, ik wil dat zo graag weten dat ik het niet vraag. Is dat ook weer angst voor de reactie? En ik denk ook een soort respect of zo. Omdat ik vraag dat nooit aan mensen. Ik zou eigenlijk zo, ja, ik zou willen dat iedereen mijn boek hier leest, maar ik ga dat niet vragen. Maar je hebt dat toch net gedaan. Nee, dus niet vragen. Dus ik dat gaan ook niet vragen eigenlijk. Omdat ik dat zo heel... dat hoeft ook helemaal niet. Voor mij zit dat ergens... Kijk, als iemand mijn boek leest en die heeft daar iets aan... Dan volstaat dat zo. En, ja, het bestaat op zich. En dat is, er zit heel veel in van mijn eigen inzichten en worstelingen en zo. Maar als iemand anders dat dan kan, daar ook even, dat is een soort ontmoeting in tussen bladzijden, vind ik dan eigenlijk genoeg. Ja, hoe moeilijk of hoe fijn is het om auteur te zijn? Te schrijven, je boek op de wereld los te laten en inderdaad dan heel kwetsbaar je op te stellen. Niet alleen door het te schrijven, maar ook door voor een publiek over te praten. Goh, ik vind dit wel een fijn publiek hoor. Applaus voor jullie zelf. Ik heb nog een laatste vraagje. Het boek, het kind. Ga je aan een tweede kind ooit beginnen, denk je? Ik ben aan een ander kind bezig. Maar dat is een geesteskind. Nee. Ja. Zo het enige, hè. Want het kan niet overtroffen worden. Dus ik heb nu nog mijn eigen godje in huis. Ik ga dat zo houden. Je hebt het godje in huis en je gaat ons nog boeken schenken. Dat is een heel fijn vooruitzicht. Heel erg bedankt, Saskia de Koster, om dat allemaal met ons te delen om hier te zijn. Je mag nog eventjes blijven en jullie mogen applaudisseren. APPLAUS